Zeil, je kan niet meer. Ik ga eens even naar het Bellenboom. Ik heb zo'n kerstsok gekocht. Ik zeg nog niet wat zo. Ja, daar moet het nog in. Kom even wachten. Even wachten, Kees. Ben ik nou dronken of hangt die kerstboom ondersteboven? Nee, ik heb gewoon hangt op de kop. Oh, dat is wel... kleintje, wij willen volgend jaar een grotere. Ja, dat is wel leuk. Want de bedoeling was ook dat hij boven tafel kwam te hangen, maar dit is echt ieder gevalletje. Ja, geweldig. Natas! Ja, Kees. Remy, wat hebben jullie het weer geweldig versierd hier. Echt een kerststemming, hè? Dankjewel. Ik zou, als ik jullie was, zou ik ook meer adverteren dat jullie gewoon een soort veredelde huiskamer zijn. Ja. Dat is toch prachtig hier? Nou, dat is een goed idee. Krijg je kans, interview. Nou, oké. Het is hier een veredelde huiskamer. Heel gezellig. Dankjewel. Ja. Maar nu ben ik voor de loodjestrekkerij. Ja. Wie gaat trekken en wie gaat... wie gaat voorlezen? Ik ga wel trekken. En trek jij maar, Remy. Moet je vasthouden? Wat is de prijs? Wij hebben in één keer 5 waardebonnen van een tientje per stuk. Oké. Dus €50 aan waardebonnen. Superleuk. Dus een jaar lang geldig. Leuk. Wat ze maar willen. Leuk. Ja. Ik kan ook hier. Alleen maar hier. Nou, tromgeroffel. Ja, kan ik niet. Ik heb maar 1 hand. God, wat duurt dat lang voordat zo'n man uitgetrokken is, hè? Mag ik het zeggen? Zeg maar. 1397, 5 waardebonnen te besteden bij Tobi's Winsum. Mensen, hartstikke bedankt en een hele fijne kerst.